heb met Erik ten Hag gespeeld. Dat was al vanaf dag 1 duidelijk dat hij trainer zou worden. En zo'n type was ik niet. Iedereen heeft zijn eigen weg om ergens te komen. En ik heb er wat langer over gedaan. Ik ben niet heel bewust uit het voetbal gestapt. Nou, eigenlijk wel. En gewoon wat anders gaan doen. Ik heb eigen bedrijf, we hebben een ontwerpbureau. En daar ben ik heel druk mee al heel lang. En dat is ook heel erg leuk om eigen baas te zijn. Maar goed, vijf jaar geleden toen ging de telefoon. En Paul Krabbe belde om assistent trainer te worden bij SVZW, mijn oude club waar ik begonnen ben. En het is wel heel erg leuk om nu weer op het veld te staan. Een halfjaartje had ik wel zoiets van, nou, dit is toch eigenlijk wel wat ik heel erg leuk vind. En toen ook cursussen gaan volgen. En gelukkig, ik heb het 4 jaar gedaan, assistent trainen. En dit jaar voor het eerst op eigen benen. Vooruit! Kom maar! Hey, kom op! Tim, daar moet je even doordekken. Kom maar! Door! Goed, Milan! Prima! Ik ben dus 4 jaar assistent geweest en dan is het toch niet je eigen team en je eigen visie en je eigen jongens. Dus dat is een groot verschil. En nu is dat wel zo en nu kun je die groep zo vormen zoals jij wil. En dat is het allerleukste. De bal, jongen. Ja! Hoppa. Goed van Martijn ook weer, hoor. Koen scoort. Ja, maak hem goed af. Doet hij goed. Hash. Doen ze dom! Godverdomme. Ja, ik denk dat ik altijd vrij rustig ben en duidelijk. En je zal mij niet zien schreeuwen langs de lijn vandaag. Ik denk dat duidelijkheid en eerlijkheid heel erg belangrijk is. En je moet wel een plan hebben met waar je naartoe wil. En ik hoop dat ik dat enigszins goed over kan brengen op die jongens. En zo hier en daar misschien wat jongens wat beter maken. Dat zal wel heel erg leuk zijn. Moet Wessel ook al eerste paal gaan. Het moet standaard volle bak eerste paal en dan... Het moeilijkste. Dat je niet altijd grip hebt op de dingen zoals bijvoorbeeld de eerste helft vandaag. Dan is het echt moeilijk om, dan zit je echt aan de kant te denken van hoe kan ik dit beïnvloeden zo snel mogelijk. En dat kan dus niet. Let op Tim! Zou weer te slapen. Ik heb wel last van ergernis dan, ja. Dat heb ik wel. Alleen, die moet ik niet op de jongens projecteren natuurlijk. En wat dat betreft wil ik ook gewoon rustig blijven. En proberen te analyseren van hoe het komt. En dat in de rust de jongens meegeven. Maar dat ergernis is zeker, ja. Ja! Goeie actie, Milan. Dan win je door een individuele actie. Hoggie, hè? Ja, verdedig ook even. En je mag scoren. Ja, dat mag. Oké, jongen. Mijn ambitie is wel om op termijn TC1 te gaan halen ook. En misschien nog een stap hoger te kijken of ik dat ook kan en leuk vind. Maar goed, ik kijk nooit zo ver vooruit. Ik ben nu net een halfjaartje hier bezig. En voor mij is het ook gewoon deze 2 jaar heel veel leren en heel veel doen. En dan zien we wel verder waar we dan over 2 jaar staan.
titel is nog heel ver weg. Maar goed, natuurlijk willen we presteren. En presteren we nu ook goed. En we hebben een hele jonge groep. En daar kan zomaar ook nog een dip komen. Waar je zegt van, nou ja, goed, dat is logisch voor zo'n jonge ploeg. Die willen we zo lang mogelijk uitstellen natuurlijk. En nou ja, we gaan het wel zien. Geen beste plan, maar wat? Nee joh, zijn er drie. Huh? Zijn er drie. Daar is alles meer gezegd. Ja. Maar ze tellen net zo hard. Dat scheelt.